Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Of is het al bijna middag? Ik denk dat het al middag is. Ja, het is 12:30, laten we het middag noemen. Sam die is vanochtend thuis gebleven omdat de groep dicht was. Er vond mijn personeelstekort. Ja, kan gebeuren. Liam is wel naar school geweest. Die hebben we ook alweer opgehaald, daar zit hij. En ja, dan kun je zeggen, hij mag niet op de vensterbank. Nou, ik ben er een beetje klaar mee met dat continu zeggen. Je mag daar niet op, et cetera. Dus ik laat hem lekker met rust. Hij heeft goed zijn best gedaan op school. Dus ja, dat. Sam, die heb ik net op bed gelegd. En straks moet ik Jordi weer halen. Je hoeft naar binnen, nu, lopen! En nou ga ik zelf even eten en zorgen dat ik straks Jordi dan weer kan gaan halen. En dan is het vakantie! Vacantione! Dus ja, dat. We gaan zien hoe de vakantie allemaal gaat lopen. Dus, kijk eens. Hij heeft zijn tas gehaald. Och, jongens, je vriendjes. Dus ja, hè. Dat. Gisteren hier alles in me opgeruimd. Daar ligt alles weer onder. Natuurlijk. Maar goed. Ik geef zelf wat eten. En kijken wat de dag me gaat brengen. Ik weet niet of ik vandaag veel ga vloggen. Ik heb er eigenlijk gewoon geen zin in. Dus dat mag ook wel eens een keer. Dus ja. Even kijken wat ik ga eten. En dan eten. We zijn thuis. We hebben Etta opgehaald. Dan gaan we even ons ritueel doen. En dan, ja. Onze Lily die is lekker in slaap gevallen. En onze Sam heb ik weer wakker gemaakt. Dus het is nu tijd voor het ritueel. En dan 2 weken geen ritueel. Tenminste niet in de zin van dat. Een goede morgen. Gisteren was het natuurlijk zo'n dag voor mij. Dat ik dacht, ik doe niet veel filmen, het houdt niks uit. Het heeft ook niet veel uitgehaald hoor, dus. Maar goed, vandaag een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vannacht heeft zowel Sam als Jordi gespookt. Niels is bij Jordi gaan liggen. Sam die is bij mij gekropen en ik heb een paar kopstoten gehad. Hier zie je er ook eentje zitten. Ja. Ik heb trappen gehad in mijn buik. Ik heb overal en nergens. Ik denk dat die Karate Kid wordt of zo. Ik weet niet. Maar goed. Ja. Op een gegeven moment. Jordi lag te slapen. En Niels had zoiets van. Ik ga eens bij Mandy kijken. Want ik hoor daar ook van alles. En toen zag hij dus dat Sam de boel op stelt aan het zetten was. En dat ik er eigenlijk wel klaar mee was. En toen heeft hij Sam in zijn bed gegooid. Toen zegt hij tegen mij. Schuif op. En hij is ervoor gaan liggen. Zodat, ja, als ik er ligt, dan gaat Sam er wel uit. Maar als Niels er ligt, gaat hij er niet uit. Dus dat is een voordeel van papa. Denk ik. Maar goed, vandaag, wat gaan we vandaag doen? Nou, Niels die is de auto waar ik altijd in rijd. Dus onze auto is hij aan het fixen. Niet dat hij kapot was. Maar er moeten een aantal dingen al heel lang aan gedaan worden. Dus daar is hij nu mee bezig. Hij moet ook in juni door de keuring en dat soort dingen allemaal. Dus er moeten gewoon wat dingen gedaan worden. Hij moet gewoon goed zijn. En dat is Niels dus aan het doen. Ik ben vandaag thuis en we gaan eens zien hoe het loopt. Ik heb net die kleine Etters allemaal tossie gegeven. Sam ligt nu op bed. Jordi zit even nog te relaxen. En Liam, die is op Etter dinges. Ja, wat? Je bent de hele tijd al aan het etteren. Mama is jou daar een keer... Ja, maar mama is jou daar een keer beu. Ga je op de bank liggen? Ga lekker liggen. Hij is gewoon hartstikke moe. Dus... Dat ervaar je dan als moeder zijnde. Nee, niet op tafel. Van die tafel af. Ga mijn tablet kijken. Dus, dat. Liam heb ik op zijn kamer neergezet. En voordat jullie nou gaan denken, oh, garen. Nou, hij was Jordi aan het pesten. Hij was mij aan het pesten. Kom maar, Jordi.
Daar was iedereen aan het pesten, aan het klieren. Joef was hij de hele tijd aan het etteren. Op het punt dat Joef zelfs wegrende voor hem. Doet ze normaal niet snel, maar als ze een beu is, dan doet ze dat. Ze had hem gewoon, ze was het helemaal klaar met hem. Ik had hem al zo vaak gewaarschuwd vandaag. Ja, ik was er gewoon even klaar mee. Dus hij zit nou op zijn kamer. Hij zit nou wel gewoon te spelen. Nou heb ik eindelijk tijd om even te eten. Want ik was continu alleen maar bezig met... Mag niet, doe normaal. Hou eens op. Ik waarschuw je. Dat soort dingen. Dus hij zit op zijn kamer. Ik belde net Niels ook op. Ik zei, ik heb hem op zijn kamer gezet. Nou, zegt hij. Dan zal je daar je redenen voor hebben. Dus hij blijft daar nog even zitten. In ieder geval totdat ik gegeten heb. Dan pas mag je weer naar beneden. En toen zat ik op mijn kont. Gedoucht en wel. Ik heb de douche nog gepoetst. Ik heb alle bedden verschoond. Niels heeft mij met de laatste paar bedden geholpen. Alle was weggewerkt. Lian was vandaag echt niet tof. Echt niet gewoon. Heb je er ook iets van gemerkt? Ja, hij was best wel vervelend. Ja. Ik heb 2 keken gebakken. Want Lian vond cake lekker. En morgenochtend moeten we even naar een vriendin toe en een vriend. Want die vriend was jarig en die vriendin is vandaag jarig. Maar we hadden afgesproken om dat morgenochtend te doen. Morgenmiddag komen mijn ouders nog even langs. En dat was het weekend wel. Ja. Dus ja, nou gaan we even lekker op de bank zitten. Want ik zit eindelijk. En dan gaan we even wat lekker snoepen. Oh, wacht, er staat nog meer. Daar. Dus in de volgende swipe is het de volgende dag. Een hele goede middag. We zijn net terug van een verjaardag van de peettante en peetoom van Liam en Sam. Ik ben nu nog even een croissantje aan Jordi aan het geven. Ze krijgen zo'n fles. En dan gaat Sam naar bed. Ik ga dadelijk even naar de winkel. En dan... ja, dan zijn we thuis. Straks komen mijn ouders nog eventjes. En dan is het alweer bijna zondag voorbij. Niels is even wat vuil wegbrengen. Jordi zit daar. Ik ben al naar de winkel geweest. Liam is buiten aan het spelen. Die is daar. Joef. En Niels gaat dadelijk de tuin in en van alles rommelen. Ik ga hier binnen van alles rommelen. En zo komen we de zondag wel weer door. Ik heb ook allemaal potjes gekocht. En die heb ik al schoongemaakt. Daar komen allemaal kruiden in. Want ik heb nou dunne kleine potjes waar ik niet zoveel mee kan. Dus die ga ik vullen. Ik denk dat jullie daarmee in meenemen. Ik denk dat het misschien wel leuk is. Dit is dus mijn hele collectie. En dan ga ik daarin doen. Ik irriteer me eigenlijk er gewoon aan. Ik heb alles door de war zitten. Of ik heb dubbel. Of nou, dat. En ik ben dat zo beu. Dus ga ik dat doen. Even gauw tussendoor voor jullie informatie. Ik weet wat ik ongeveer allemaal heb. Dus ja, ik schrijf het er gewoon even op. Zodat ik, oh ja, Laurier. Even heel snel in mijn hoofd kan zien van, oh ja, dat. Meestal weet ik wel of ik ruik eraan of wat dan ook van wat ik nodig heb. Dus ja, doe ik nou eigenlijk ook al. Dus ja.
En dan is dit het resultaat. Ik moet er nog een paar bij halen hoor. Want ik kom tekort. Maar ja, hè, het is zoals het is. Maar ja, we gaan hier even een mooi plekje voor vinden. En dan heb ik dat in ieder geval alvast geregeld. Dan haal ik van de week haal ik er nog een paar bij. En dan kunnen die ook gevuld worden. En dan heb ik weer fatsoenlijk kruiden in mijn kastje. In plaats van dat ik van alles moet gaan zoeken. Of dat ik het dubbel heb. Ik heb een paar dubbel gehad. En dan is dit uiteindelijk het eindresultaat. Tada! Ja, dat kan natuurlijk ook nog bovenop, hè. Dus ik ben niet voor één kat te vangen. Hi. Hi. Een drukke dag, hè? Maar de rest is wedergekeerd. Ja. We moeten nog wat opruimen. En moet je brood nog smeren. Mm-hmm. Ik was even aan het editen. Maar we gaan niet heel veel bijzonders meer doen vandaag. Nee, onze energie is op. Ja, dus wat gaan we doen? Opruimen en naar bed. Nee, de vlog afsluiten. Ja. Bij deze gaan we de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.